Hey, hallo en welkom terug bij een gloednieuwe video van de Setsflower. Vandaag laat ik je zien hoe je woede kunt tekenen uit de Disney Pixar film Inside Out 2. Dus, let's go! Om anger te tekenen beginnen we met een vierkant. Vervolgens verdelen we die vierkant. Geven we de hulplijn aan. Dan tekenen we de lijn voor zijn ogen. Vervolgens een lijn voor zijn kledij. Oké, we gaan nu beginnen met zijn ogen. En zijn ogen die zijn altijd meestal toch een frons. Want hij heeft niks voor niks voor woede. Het is een personage die heel veel woede uitstraalt. Dus als Riley een keer kwaad is, dan komt dat meestal inderdaad door onze vriend woede. Woede is heel woede is niet per se een slechterik in de film, Inside Out. Maar woede is wel verantwoordelijk voor de keuze dat Riley maakt om in de eerste film weg te lopen van haar ouders. Dus woede is daar toch een beetje mede verantwoordelijk voor. En vervolgens gaan wij de mond tekenen. Kan de mond een soort, ja, hij kijkt nogal boos. We kunnen de tanden ingeven. En zijn tong kan je ook kiezen om hem in te tekenen. En we gaan vervolgens zijn kledij geven. We tekenen de kraag. Hier tekenen we zijn riem. Hij heeft ook een das. Het
vervolgens gaan wij zijn mouw tekenen. En hij houdt zijn handen in een vuist. Want hij probeert eigenlijk zijn woede een beetje in te houden. Maar dat lukt meestal niet. En als voorlaatste tekenen we zijn broek. Zijn schoenen. Kleur die zwart in. En vergeet je naam onder het tekening te zetten. En zo teken je woede. Ja, hopelijk vond je deze tekenles leuk en vooral heel erg leerzaam. Heb je nog een andere suggestie voor een nieuw personage of een personage uit Inside Out of een ander leuk cartoonfiguurtje? Laat het even weten in de reactie. Zeker doen. Wil je nu meer video's zien van de schetsen, dan zou ik zeggen, abonneer even gratis op mijn YouTube-kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende tekenles. Dag!